is een beeld van hem en de groene duiken over de kamer aan het kijken. Ik ga straks het verhaal houden. Hans, kun jij nog even vertellen hoe het gegaan is? Want dat vind ik eigenlijk wel even bijzonder om te memoreren. En dat kun jij het beste zelf zeggen. En als het te lang duurt, dan pak ik gewoon de microfoon weer terug. Grappig. Wat denk je dat je die terugkrijgt? Nou, het allereerste begin is eigenlijk nog veel eerder. Dat gaat misschien al wel 25 jaar terug. Toen hadden wij balken onder de vloer die verrot waren. En daar was heel veel vocht was daar. De bonte knaagkever hebben we gehad. Nou, dat is ook uitgebreid in het nieuws is dat geweest. Toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, als je het klimaat verandert onder de borg, dat de knaagkever zich niet prettig voelt, dan gaat hij wel weg. En de vleermuis is een van de weinige vijanden van de bonte knaagkever. Dus wij hebben het klimaat onder de borgvloer dusdanig gemaakt dat de vleermuis zich daar thuis voelt. Dus en dat is inmiddels is dat ook best wel gebleken. En zo gezegd, zo gedaan. Ik ben gewoon begonnen op het borgterrein, onder andere hier in de La. En nou ja, ik zou haast willen zeggen, tot mijn stomme verbazing had ik prachtige beelden. Dus dat smaakte naar meer. Hans en ik zijn om tafel gegaan. We hebben dus inderdaad de sponsoren zover kunnen krijgen. En nou, dat is een beetje dus de aanloop voor het punt waar we nu zijn. De vleermuizen worden nauwkeurig onderzocht en gemeten. Is er straks ook een. Dit is een pak appelsap. Hij weegt wat, maar ja, dat geven we toch iedere keer, want het is bijzonder voor Verhildersum. Ook een product van Verhildersum. En ik hoor van heel veel mensen dat hij heerlijk is en dat weet ik uit eigen ervaring. En Bob, in de envelop zit ook nog wat en die zit hier in de tas. Die krijgen wij. Helaas is die nog van plastic, maar dit is de oude voorraad. Die willen we toch eerst opmaken. Hartelijk bedankt. En ja, en ik hoop echt dat jullie genoten hebben. En ook dat er een wereld is opengegaan van wat hier allemaal toch rond Verhildersum 's nachts gebeurt. Dus er gebeurde hier veel meer dan dat wij weten. En wij hopen ook dat deze film er toe mag bijdragen. Dat heel veel mensen daarvan kennis kunnen. Want dat was ook ja, we hebben een mooie film bekeken, hè, volgens mij. Ja, het was geweldig. Enorme opkomst hebben we gehad. Werkelijk perfect weer. We zagen de film en tegelijkertijd vlogen allemaal verschillende soorten vleermuizen boven het doel langs. Het was echt een fantastische avond. Dus het doel van de film was om zeg maar, het publiek duidelijk te maken hoe bijzonder vleermuizen zijn. En ze eigenlijk wat aaibaarder te maken. En dat is geweldig geluk vanavond. Naast jou staat Clarissa. Clarissa, welkom. Wie ben jij? Ik ben Clarissa Nienhuis, de coördinator van de Vleermuiswerkgroep voor de provincie Groningen.
Groningen is een soort schakel tussen een grote groep van deze bijzondere vleermuizen, watervleermuizen, in Duitsland aan de ene kant en in Friesland aan de andere kant. En het is heel belangrijk dat die verbinding tussen Friesland en Duitsland blijft. En eigenlijk is Verhildersum het hoogtepunt en de meest grote concentratie van deze bijzondere soort vleermuis die we in de hele provincie hebben. Ja, inderdaad. Nou ja, vleermuizen zijn vrij onzichtbaar, het is allemaal donker. Je ziet ze bijna niet. Welke soort vleermuizen komen hier dan voor? Nou, hier komen in ieder geval twee soorten voor. Die mensen ook wel op de camping zien. Die kleine fladderaartjes die heel vroeg al in de schemering rondvliegen, dat zijn dwergvleermuizen. En dan is er eentje die is bijna zo groot als een merel. Dat noem je een laadvlieger, die kan je ook nog heel goed in de schemering zien. Maar als het echt donker is, komen er andere vleermuizen tevoorschijn. En dat zijn hier baardvleermuizen en watervleermuizen. En die houden helemaal niet van licht. Die houden al niet van het licht van de volle maan. En daarvoor moet je dus echt een specialistische apparatuur hebben om die goed te kunnen zien. Ja, inderdaad. Nou ja, er is een gigantisch werk aan vooraf gegaan. Bob, ja, jij hebt dat allemaal gefilmd. Ik weet van je, ik heb je mee mogen helpen op bepaalde terreinen, dat je dag aan dag en nacht aan nacht vooral camera's moest neerzetten en maar filmen. Hè. En dan het verhaal ontwaarden van in dit geval dan de watervleermuis. Hoe belangrijk is de watervleermuis voor Groningen? Nou, de watervleermuis is echt een belangrijke soort in Groningen. Eigenlijk is het zo dat we nog vrij weinig weten van de verspreiding binnen de provincie. En wat je ziet is dat Verhildersum ook echt binnen de provincie weer een heel belangrijke kolonie op zich is. Dus ja, het is ook heel goed dat Borg Verhildersum hier zoveel aandacht voor heeft. Kunnen mensen deze film nu ook zien? We spookten 's nachts rond Borg Verhildersum. En die film zal hier gewoon in de Borg worden vertoond in de komende tijd. Dus mensen kunnen hier naartoe komen om de film te bekijken, 20 minuten. En ja, je ziet eigenlijk de hele levenscyclus van vleermuizen gedurende het seizoen. Kunnen wij nu ook vleermuizen bekijken rond ons eigen huis? Dat kan, zeker. Dus veel mensen hebben dat niet in de gaten, omdat je vleermuizen maar als mens moeilijk kunt horen. Ze maken een geluid wat eigenlijk te hoog is voor ons gehoor. Maar als je goed oplet, dan zie je in de schemering toch maar aardig vleermuisjes vliegen, ook bij je eigen huis. Dankjewel. Het was een mooie avond. Beter kon je eigenlijk niet. Nee. We hebben gegeten en gedronken. We hebben mensen ontmoet. Het was een feest van de vleermuizen, kan ik wel zeggen. Ja, vind ik ook. Ja, ben je het met mij eens? Ja, zeker. Echt geweldig. Kon niet beter. En Clarissa? Ja, het was prachtig, maar wat ook heel bijzonder is, is dat er zitten opnames in die film die niemand van de vleermuizenwerkgroep of experts hier in de provincie Groningen ooit gezien heeft. Dat zijn hele unieke opnames die je een beeld geven van het leven van de vleermuis die je nergens anders zo kan meemaken. Geweldig, hé, dankjewel. Nou, mooi gezegd. Toch?